Eva Jinek heeft voor verbazing gezorgd door terug te keren naar de publieke omroep, aangezien ze nu 1,2 miljoen euro per jaar verdient bij RTL4. Vanwege achterblijvende kijkcijfers was iedereen het er wel over eens dat ze dat salaris sowieso nooit had kunnen behouden, maar de transfer naar Avrotros gaat gepaard met wel een heel forse salarisval. Stel dat Eva de helft van haar salaris had overgehouden bij de commerciële, dan nog is het verschil met het NPO-plafond van 223.000 euro gigantisch. Of valt het toch wel mee? Er gaan al een tijdje roddels over een mogelijke salarisconstructie. Als ze zelf haar eigen programma meeproduceert, dan kan ze op die manier ook nog... Bij... TV-kenner Rob Goossens heeft in elk geval ontdekt dat Eva kort geleden een eigen BV heeft opgericht en dat kan haar manager niet echt goed uitleggen. Die beweert dat Eva een heel bedrijf is begonnen om haar nieuwsbrief te kunnen blijven versturen na haar overstap, maar volgens Rob is dat een beetje Wilfred Gené, de presentator van vandaag een site, verdenkt Eva ook van een constructie. Ik denk dat ze haar iets moois hebben aangeboden. Er wordt gezegd dat er waarschijnlijk veel minder geld wordt verdiend, maar ik neem aan dat ze met een productieconstructie gaat werken. Dat zal dus wel loslopen, zegt hij in RTL. Hij verwacht dat Eva op het 7-uur slot van NPO 1 te zien zal zijn. Maar dat kan de eerste tijd nog niet. Ik vond het een verrassende move. Ja, ik had het idee dat zij zelf ook liever of wat later zat, zodat ze niet rechtstreeks tegenover ons zat, maar nu voor haar kinderen wat vroeger wil werken, en dat ze daardoor die keu de band tussen Eva en Wilfred is overigens niet heel erg goed, en dat komt door de loederel van vorig jaar. Johan Derksen noemde haar een ancollegiaal loeder, omdat ze volgens redacteur Sam van Rooyen de zoon van backstage bij Jinek, heeft gedanst op het graf van Vi toen dat programma tijdelijk van de buis verdween vanwege de kaars. Eva ontkende alles, maar wil Wilfred beweerde dat ze wel degelijk iets heeft geroepen, ze zei tegen mij: Ik heb er even bij gezegd dat we volgend jaar misschien meer kans maken om onze kijkcijfers weer groot te maken, omdat er één concurrent verdwenen is. Het is een beetje opgeblazen, denk ik, maar ze heeft wel een grapje.